Elke maand vraag ik voor Gezond 071 een beweegtip aan lifecoach Jasper Mulder. Hij zegt dan altijd, ga gewoon lekker wandelen, elke dag het Singelpark rond. Maar ja, meestal heb ik zoveel te doen op een dag dat ik 's avonds denk, oh, helemaal vergeten. Hoe werkt het nou echt, Jasper? Nou, dat hoor ik heel vaak. Dat de mensen zeggen van ja, ik ga lekker wandelen. Wat ik natuurlijk zeg, want ze volgen me wel op. Alleen dat kabbelt een beetje weg in de loop van de tijd. En op het moment dat je inderdaad 's avonds thuis komt en je denkt, oh, ik heb geen zin, dan ga je niet. Nou, wat een belangrijk punt is, is om een afspraak met iemand te maken. Gewoon met een vriend, vriendin, de buurman of met een groepje. Of misschien wel met een buurtcoach, dat je ergens aansluit. Dat die weet van, hey, die gaat ook wandelen of die gaat sporten in die omgeving. Nou, op die manier maak je de afspraak, verplicht je dus een heel klein beetje om mee te gaan met die ander, want die rekent op jou en die heeft waarschijnlijk evenveel moeite om het vol te houden dan dat jij dat hebt. Je hoort heel veel over zwemmen in de natuur zo goed is. Is dat ook een aanrader wat jou betreft? Ik zou het zeker aanraden. Kijk natuurlijk wel uit waar je de natuur in gaat of gaat zwemmen of wat dan ook. Maar het is zeker goed. En hoe goed dat dan weer voor je is om te gaan zwemmen, dat is een beetje buiten mijn expertise. Maar ik zal je natuurlijk niet tegenhouden om lekker een rondje Singel te gaan. Of zwemmen. Is het juist goed om dat af te wisselen? Afwisseling is uiteraard perfect, spreek je helemaal niet tegen. Alleen om het jezelf te motiveren is het een stuk makkelijker om een tijdje één activiteit te doen. En dan, ja, het ligt voor degene die activiteit doet, welke die wil uiteraard. Maar bewegen is altijd goed.